fotomoment. Yes. Daarin bespreken we met een gast eigenlijk één beeld met een bijzonder verhaal. En jij hebt een foto meegenomen. Ja, het is een foto van Aurora, dus van het Noorderlicht in IJsland. Het is een foto van 13 seconden, dus diegene moest ook flink stilstaan. Ja, de eerste dag dan zie je het helemaal in de verte en je denkt van wow, en je gaat er achteraan. En we hebben toen 2-3 uur in de nacht gereden om alleen maar iets meer te zien. Tweede dag, toen hebben we ook iets van een uur gereden en dan zagen we het weer. De derde dag was dus van die afbeelding. Toen begon het al in het blauwe uur. Normaal zie je een aurora eigenlijk niet, tenzij het helemaal donker is. Mm-hmm. Deze was met het blote oog al te zien in het blauwe uur. Dat is enorm bizar. Dus echt paarse strepen, groene strepen, sterren op de achtergrond. Ja, toen hebben we eigenlijk met z'n 3 of 4 een uur of 4, 5 buiten gestaan. Tot bevroren vingers aan toe. En het was zo magisch. Want de foto's die doen bijna geen eer aan het moment wat je daar had. En dat is, echt heel vet. Neem ons mee in dat proces. Dus je ziet dat Noorderlicht. We hebben 3 fotografen. Iedereen wil het al vastleggen natuurlijk. Maar hoe doe je dat? Want dat licht is helemaal niet zo fel als dat je dat op de foto's ziet. Dus wat is je stappenplan? Het mooiste aan de systeemcamera's tegenwoordig is dat je meteen kunt zien wat je belichting is uiteraard. Mm. Dus je gaat gewoon testen. Je probeert je ISO zo laag mogelijk te houden. Maar je moet ook weer rekening houden met de beweging van de sterren. Mm-hmm. Mm-hmm. Want de sterren na iets van 15, 20 seconden beginnen die ook een klein beetje te bewegen. Of tenminste, de sterren bewegen niet met de aarde. Dus ja. Mm-hmm. Dat effect worden streepjes in plaats van puntjes. Exact. Mm. En je wil eigenlijk gewoon een scherpe ster hebben. Dus uiteindelijk zou je misschien toch een beetje ISO bij moeten draaien om te compenseren voor de sluitertijd. Ja. Wij zijn uiteindelijk toegegaan voor een sluitertijd van ongeveer 10 tot 13 seconden. Om de ISO zo laag mogelijk te houden, maar die beweging eruit te krijgen. En de aperture, dus de diafragma, zo wijd mogelijk open. Met manual focus op oneindig is dat. Dus dat hij op de sterren scherp stelt. Dat is nog niet heel makkelijk, hè? Want dat zit altijd net iets van dat eindpunt vandaan of zo. Ik weet nooit helemaal hoe ik het moet krijgen. Maar... Ja, je kunt... focus guide kun je aanzetten, dus dat peaking. Dus dan krijg je van die rode sterretjes krijg je dan. Dus dan heb je een beetje een idee van... En dan krijg je een soort randje om de contrastlijn heen. Dus dan ziet hij, zeg maar... Een heel dun lijntje worden of zo. Ja, het is wel heel dun, dus het is goed kijken. Maar het is natuurlijk ook donker buiten, dus je scherm is in ieder geval wel goed zichtbaar. Het blijft een beetje giswerk. Dus het is meestal ook even naar de eerste 2, 3 foto's kijk je even alles door. En je zit even door je viewfinder heen kijken van... is hij nou echt scherp? Ja. En uiteindelijk heb je wel een goede referentie en dan kun je eigenlijk gewoon beginnen. Ja, en het diafragma gooi je open, denk ik. Zo open mogelijk, ja. Dus dan heb je het over f2.8 of zo, zo'n soort... Ja, f2.8 en als zou je lager kunnen, zou het mooi zijn. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. En voor deze, wat voor een lens heb jij gebruikt? Wat voor een brandpuntafstand? 16, dus dat is vrij breed, vrij wijd. Ja, zo wijd mogelijk ook eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Ja. En hoe kwam je op het idee om dan zo'n persoon ervoor te zetten? Was dat gewoon van leuk, we gaan onszelf ermee fotograferen? We begonnen eigenlijk met de auto als focal point. Omdat we dus ook foto's moesten maken voor dat autovuurbedrijf. Dus we waren al creatief genoeg geworden om foto's te maken met die auto. En iemand die ging op het dak staan. En dan ook heel mooi. Dus je hebt de auto ook met het Noorderlicht gefotografeerd? Ja, en iemand die op het dak stond ervan, het was een Jeep. En dan ook met de sterren op de achtergrond. Dus ook een super mooie foto geworden. Mm-hmm. En uiteindelijk, weet je staat er toch met z'n drieën. En uiteindelijk gaat die auto van weg. Je draait een beetje bij. En dan, het Noorderlicht beweegt natuurlijk de hele tijd. Dus elke keer dat je naar de andere kant kijkt... is er steeds meer zichtbaar of is er net weer een andere streep? Of het Want hoe werkt dat? Heb je de tijd? Kun je rustig aan je dingen neerzetten of moet je snel zijn? Het legt er heel erg aan. Het kan echt in één keer overtrekken en dan opeens weg. Of het danst echt voor uren boven je hoofd. Oké. Dus ja. Dus je weet het eigenlijk niet? Je weet het niet per se. Nee, je hebt wel een Aurora-app. Mm-hmm. En daar kun je dus bijhouden van, zit het gebied boven je en zakt die weg of wordt die sterker? Dus je hebt wel een indicatie. Mm-hmm. Maar dat is geen definitief iets. Oké. Ja. Dus het blijft een mooi moment eigenlijk... die je gewoon het meest optimaal moet benutten. Ja, en het is een hele mooie foto... maar ik denk voor jou dus ook een soort persoonlijke herinnering aan dat moment. Ja, dus aan dat moment... en dus ook met de mensen waarmee ik aan het reizen was. Ja. Want als ik geen fotograaf had geweest... had ik nooit met deze jongens op pad geweest. Dus dat is ook alweer dat reizen met eigenlijk onbekenden. Dit jaar wilden we ook gewoon weer terug naar IJsland.